Ik ben Wietse Koppes, conservator bij het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Ik heb onderzoek gedaan naar de foto's van Piet Mondriaan, portret- en atelierfoto's, samen met Leo Jansen. En we werken samen eigenlijk aan een uitgave van de brieven en geschriften van Mondriaan. En de foto's zijn een onderdeel van dat onderzoek. Het heeft ongeveer 2 tot 3 jaar gekost om al die foto's in kaart te brengen. En uiteindelijk heeft het boek ook weer geleid tot de tentoonstelling Strike a Pose die te zien is in het Fotomuseum Den Haag. Veel mensen hebben een bepaald beeld van Mondriaan. En dat is het beeld van een stijve, wat afstandelijke man. En dat is een beeld dat Mondriaan heel erg sterk zelf heeft geregisseerd. Dus Mondriaan heeft gedurende zijn leven 10, 20 beelden gekozen waar hij zelf tevreden over was. En dat zijn foto's die zijn afgebeeld in tijdschriften, in kranten. Hij heeft altijd een keurig pak aan. Je zult hem nooit zien lachen op dat soort foto's. En wij hebben dat gecombineerd met andere foto's die ook bewaard zijn gebleven. Snapshots, waar je de hele andere kant van Mondriaan ziet. De vroegste portretfoto die in druk is verschenen is uit 1907. Die heeft Mondriaan vermoedelijk speciaal voor dat doel laten maken ook. Zijn haar is hier echt perfect gestyled. Dus hij was volgens mij eerst naar de kapper gegaan, daarna naar de fotostudio. En als we dan een foto van een paar jaar later daarnaast leggen, dan zien we eigenlijk een wat meer bohemien-achtige kunstenaar. Dus iets minder strak. En als je dat vergelijkt met de foto van Mondriaan in zijn Parijse tijd, dan is het gewoon een heel andere man. Dan is die baard is afgeschoren, zijn haar is strak tegen zijn schedel gekamd. En dan is hij eigenlijk weer die moderne kunstenaar, die hele moderne man in de modernste Amerikaanse pakken ook. Telkens met een andere bril op. Volgens mij ook telkens het meest moderne van het moderne. Dus die ontwikkeling die zit heel mooi in de foto's ook. We staan hier bij een foto van André Kertész, een Hongaars-Amerikaanse fotograaf. Een van de beroemdste fotografen die achter de camera stond en portretten van Mondriaan heeft gemaakt. Onder andere ook deze foto. En hieraan zie je, vind ik zelf altijd, hoe groot de kunstenaar Kertész is eigenlijk. Want hij had door dat hij met dit simpele beeld eigenlijk wel Mondriaan kon oproepen in dat atelier. Maar hij heeft vooral ook een aantal portretfoto's van Mondriaan gemaakt. En ja, dit is typisch zo'n heel formeel portret van Mondriaan. En zo wilde Mondriaan dus echt op de foto staan. Dus serieus kunstenaar, prachtig in pak. En het is ook qua compositie, vind ik, gewoon een hele goede foto. En toch ook wel ontspannen, omdat die stoel zo omgedraaid staat. De Mondriaan er met één arm overheen leunt. Maar het is nog altijd wel een formeel portret. En dat staat heel erg in contrast met een foto die Kertész, stel ik mij voor, even tussen de bedrijven door van Mondriaan heeft gemaakt. Terwijl die een wijntje inschenkt voor de gasten in zijn atelier. Dus die gasten ook echt naar de zin wilden maken. En we zien hier, het jasje is uit. Mondriaan heeft een glimlach op zijn gezicht. Dus hier heeft hij het masker van de kunstenaar even afgezet. En hier zien we echt de mens achter dat masker. En datzelfde zie je dan ook in foto's van een bezoek van het echtpaar Eugene en Gwen Lux. Je ziet in de interactie van Mondriaan met Gwen Lux dat ze het echt gewoon heel erg leuk en gezellig hebben. Je ziet haar bijna blozen in zwart-wit. Zo leuk hebben ze het af en toe. Mondriaan weer met zo'n iets wat ondeugende glimlach misschien. En je ziet ook hoe zij daarop reageert. En dat het echt een intiem samenzijn is van vrienden. In plaats van weer dat formele en afstandelijke. Dus Mondriaan, de mens, komt ook in die foto's juist weer prachtig op de voorgrond. We zien hier een foto van een Nederlands fotograaf, Cas Oorthuis, die Mondriaan in 1937 in Parijs is gaan bezoeken. Dit gaat echt over het nieuwe fotograferen, het Bauhaus. Het is een vrij sterk licht-donker contrast. En ik heb me lang afgevraagd van waarom eigenlijk zo'n opvallend perspectief. Maar ik heb mij laten vertellen dat deze foto met een Rolleiflex zijn gemaakt.
En daar keek je natuurlijk van boven op het matglas. En dat zorgt natuurlijk al bijna vanzelfsprekend voor dat kickforce perspectief. Het is een van de laatste foto's van Mondriaan in Parijs. En hij was toen net het jaar daarvoor verhuisd naar een ander atelier. Dus het beroemde atelier Rue des Pas, waar hij 18 jaar heeft gewoond. Dat werd gesloopt. Dus om die reden is Mondriaan toen nog verhuisd. Natuurlijk niet wetend dat hij een jaar later moest vluchten voor het nazisme en definitief Parijs achter zich heeft gelaten. Mondriaan is zelf heel erg bezig geweest met self-fashioning. Hoe wil ik op de foto staan? Maar hier zie je eigenlijk dat de dan nog heel jonge fotograaf Arnold Newman bepaalt. Oké, dit is jouw stijl, uw stijl, meneer Mondriaan. Horizontaal, verticaal. En ik ga die stijl in mijn foto's brengen. Dus je ziet dat hij heel erg slim gebruik maakt van een van de ezels in het atelier. Dat is hier een verticaal en horizontaal element waar die de kunstenaar eigenlijk een soort van omheen drapeert, zou ik bijna zeggen. En ook het hoofd voor zo'n kleurvlak, zodat het nog meer afsteekt. Ik vind het ook heel interessant om ook weer de kunstenaar-fotograaf aan het werk te zien in dit soort negatieve en dan de uiteindelijke afdruk. Ze staan beide in het boek trouwens. We staan hier bij de allerlaatste foto's, voor zover bekend, van Mondriaan, van de levende Mondriaan in New York. En we zien hier zijn laatste affewerk, Broadway Boogie Woogie, hangt aan de muur in het MoMA. En dit moet voor Mondriaan natuurlijk wel een soort van de culminatie zijn geweest van zijn carrière. Het belangrijkste museum voor hedendaagse kunst van dat moment. En de foto in het atelier dan, naast Victory Boogie Woogie. Mondriaan was daar op dat moment, in oktober 1943, nog volop mee bezig met dit werk. Aan het veranderen, aan het plakken van de tapejes. En uiteindelijk zou dit schilderij onvoltooid op zijn ezel achterblijven als Mondriaan op 1 februari 1944 komt te overlijden in een ziekenhuis in New York. En dan eigenlijk een beetje de climax van de tentoonstelling. Dat zijn de kleurenfoto's die zijn gemaakt nadat Mondriaan is overleden in New York. 1 februari 1944. Toen heeft zijn goede vriend en erfgenaam Harry Holtzman nog een reeks van 20 kleurenfoto's gemaakt van het atelier. En daar zien we ook zijn allerlaatste werk, waar Mondriaan tot 6 dagen voor zijn overlijden nog koortsachtig aan heeft gewerkt. Victory Boogie Woogie staat onafgemaakt op de ezel in dat atelier. Ja, dat is een soort van, ja, ook het ultieme beeld van zijn kunst eigenlijk, zijn allerlaatste, niet afgewerkt, maar wel de kleurvlakjes, de zwarte lijnen zijn er inmiddels uit. En wie weet wat Mondriaan eigenlijk schilderkunstig nog had weten te bereiken als hij nog 10 jaar had geleefd. We zullen het nooit weten.